Welkom terug bij Voor de Show. Hoe zou het nog zijn met Bassie? U weet wel, de clown uit Bassie en Adriaan. Wel, goed, heel goed zelfs. Bas van Toor, want zo heet Bassie in het echt, is ondertussen al 76 jaar oud, maar nog lang niet versleten. Al de hele kerstvakantie toert hij door Vlaanderen met zijn lachspectakelshow. En wij met hem mee. Ik speel nou vanaf 1964 speel ik Bassie. En ik zit nog altijd met evenveel plezier in de kleedkamer mijn smink op te zetten en mijn pruik. En ik heb er altijd nog ontzettend veel lol in. Je moet je voorstellen, de lachspectakelshow, dat is echt lach of ik schiet. Ik geef de kinderen niks mee, want het is geen vlooie theater. Ik ben niet belerend. Het is gewoon, ze komen gezond binnen om 1:30. En ze gaan 4:15 gaan ze met een breuk van het lachen de deur uit. 1, 2, 3. Bossie. De aangever, dat is Evert van der Bos. En het is voor hem niet zoveel nieuws, want hij werkt al 30 jaar bij die show. Eerst als chef toneelmeester en daarna heb ik hem erin gekregen. En het is nou een perfecte aangever. Hij is ook heel ontremmend. Zodat je hebt het zakje erop. In het begin was het men zonder Adriaan. Ja, het is mijn broer. We zijn samen opgegroeid in een arbeidersgezin. We zijn weggelopen met de kermis mee. We hebben dat in een klein theatertje opgebouwd. Gebouwd, een acrobatennummer gemaakt. Een knockaboutnummer, gewoon een smijtnummer. We zijn heel de wereld over gereisd. Ja, en dan uiteindelijk kwam de televisie. En dat heeft zo'n enorme omkering gegeven. Al de vriendjes en vriendinnetjes. We komen er weer aan. 2003, toen donderde natuurlijk onze hele wereld in elkaar. Niet alleen voor Aap, maar ook voor mij. Want dit gaat is je broer die kanker krijgt. Ik bedoel, dat is geen griepje. Ik bedoel, de kanker kan je van doodgaan. En dat dacht Aad in het begin. En ik wist precies hoe hij zich voelde, want 19 jaar geleden, ik heb er nooit over gepraat, maar ik heb ook kanker gehad. Er ging 3 onzen uit mijn been. Alleen ben ik 3 maanden ben ik naar Spanje gegaan en heb ik heel stiekem geleefd. Niemand heeft het ooit geweten. Ik durf het nou pas te zeggen. Ik geloof dat de eerste keer dat ik het vertel. Want een clown die K heeft, dan lach ik niet om. Als Aad was eens zo gekomen had, dan had ik natuurlijk ook gestopt. Dan was ik niet verder gegaan, dat spreekt vanzelf. Maar nu moment, ik heb er nog veel te veel lol in, joh. Ik sta net voor een hele zaal. Dan denk ik altijd, ik ben gewoon bezig als een oude gekke opa die aan dol is met zijn kleinkinderen. En dat is zo leuk.